De snelheidsbegrenzer zorgt ervoor dat u een snelheid die u vooraf hebt ingesteld niet overschrijdt. Op deze manier kunt u uw snelheid altijd aanpassen aan de geldende snelheidslimieten. Bij een snelheid hoger dan 30 km per uur drukt u op deze schakelaar om de snelheidsbegrenzer te starten. Dit grijze controlelampje verschijnt dan op het instrumentenpaneel samen met het bericht begrenzer ingeschakeld. Druk op een van deze knoppen zodra de gewenste snelheid is bereikt. De functie wordt dan ingeschakeld en uw huidige snelheid wordt opgeslagen. Als u de ingestelde snelheid wilt wijzigen, drukt u op deze knop om deze te verlagen en op deze knop om te verhogen. Wanneer u de ingestelde snelheid bereikt, kunt u niet meer versnellen en voelt u weerstand als u het gaspedaal indrukt. U kunt natuurlijk op elk moment de controle over de snelheid van uw voertuig tijdelijk weer in eigen hand nemen. Bijvoorbeeld als u wilt inhalen door stevig op het gaspedaal te drukken tot voorbij het zware punt. U ziet dan de snelheidslimiet rood knipperen op het instrumentenpaneel terwijl u inhaalt. Laat het gaspedaal los om terug te keren naar de ingestelde snelheid. Als de begrensde snelheid weer is bereikt, wordt de snelheid weer normaal weergegeven en treedt de snelheidsbegrenzer opnieuw in werking. Om de functie in standby te zetten, drukt u op deze knop. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en wordt nog steeds op het instrumentenpaneel weergegeven. Druk één keer op deze knop om de snelheid weer in te schakelen. Als u op de schakelaar drukt met de snelheidsbegrenzer in standby, wordt de functie weer ingeschakeld. Dan wordt echter niet de opgeslagen snelheid toegepast, maar de huidige snelheid van het voertuig. Om de functie volledig uit te schakelen, drukt u op deze schakelaar. Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en de opgeslagen snelheid wordt verwijderd. Bij het afdalen van steile hellingen kan de snelheidsbegrenzer tijdelijk niet beschikbaar zijn. In dit geval knippert de opgeslagen snelheid rood op het instrumentenpaneel en hoort u met regelmatige tussenpozen een geluidssignaal om u te waarschuwen dat u sneller rijdt dan de ingestelde snelheid. U moet de rem gebruiken om uw snelheid te regelen. Denk erom dat deze functie een extra hulpmiddel is, maar dat u nog steeds alert dient te blijven tijdens het rijden. Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en uw omgeving.